Goedendag lieve mensen. Mr. Sam van hier zo. Wij zijn vandaag in Rotterdam met de vraag: wat heb je liever? Tijdens het seks hebben of tijdens het klaarkomen en scheet laten of ik hou van je mami zeggen als je klaarkomt. Lieve mensen, we got a new drip. Deze jasje. Oh ja, cameraman gaat even naar beneden. Gewoon even om die shit te laten zien. Show die shit. Maar let's go. Swish! Als jij een keuze zou kunnen maken tussen een scheet laten als je klaarkomt of ik hou van je mami roepen. Wat zou je kiezen? Mm. Ik hou van je mami direct. Sowieso. Yeah boy. Wat heb je liever? Tijdens het seks als jij klaarkomt. Een scheet laten? Of ik hou van je mama roepen. Mami. Ik hou van en niet, mama. Nee, en zij is niet jouw mami, hè? Je eigen moeder. Wat? Wat? Ik wacht. Die scheet is boer. Nee, maar luister goed, bro. Luister goed, hè. Ik hou van mami tijdens dat je klaarkomt, hè. No, maar niet die scheet is niet daarna. Nee, hey, boys, pakka. Je zegt tegen je eigen moeder dat als je klaarkomt. Je komt klaar en ik hou van mami. Ja, maar... Ik zou gewoon heb je liever tijdens de seks of tijdens het klaarkomen, zo gezegd. Tijdens het klaarkomen, hè, boys. Of een scheet laten. Of ik hou van je mami roepen. Tijdens het klaarkomen. Ik hou van je mami. Ik hou van je mami. Maar zeg maar, zij is mijn mami toch op dat moment. Nee, ja, toch? Shut your stupid! Hij geeft wel een goede scenario, nee. Is dat met mijn moeder? Oh broer, ik laat gewoon een scheet toch? Waar fuck dat, hoela? Ja? Hell up, broer. Yeah boy. Bro, als ik haar krik, hè? Ze moet gewoon accepteren, lijst dan. Wat zou je smoesje zijn dan? Ik ga zeggen, want als ze zegt, hé, hey, fuck out, wat is dit man? Ik ga zeggen, jij drukt te veel met jouw billen tegen mijn bijk aan. Stommek ik. Ik zou niet die scheet pakken, man. Ik zeg je heel eerlijk, broer. Broer, maar dat is gelijk al afgetrokken. Want je denkt gewoon aan je maat dan, hè? Dat is gelijk niet meer klaar. Hé, maar hoe laat zou die boeien laten nemen? Moet je bij gaan, dan nou hoor je op één. Oké, maar nee, maar luister. Wat? Broer, dat zij tegen haar vriendinnen zegt van, ja man, hij zei, I love you mommy to you. Broer. Dus dan gaat ze zeggen, ja die man laat eens stinken de scheet toen die klaar kwam. Oh, maar wat... Hé, daar gaat mijn reputatie, hè. Liever. Ja. Oh, ik laat de scheet. Ja, jij leidt de scheet. Ja, nee. Wow. Ja. Wat dacht jij dan jij? Nee man. Wow. Ja, die is moe, hè. Nee, maar luister, liever dat ik zeg, I love you. Mommy. Als een je eigen moeder, niet zij. Oh, niet zij. Oh, wacht. Oh, nee. Oké, hold on. Helemaal niet mee eens. Swish! We pakken scheet laten, bro. Gewoon, direct. Ja, wel gewoon. Nee. Kijk, scheet laten is gewoon een normaal menselijke ding. Waarom moet ik schamen over? Je weet toch? Ja, toch? Ja, kijk. En als ze... Zij wil seks met mij hebben, dus zij moet gewoon oké zijn met die zulke dingen. Dus daarom. What? Bro, what are you talking about, man? Je bent bezig met die chili chili bang bang dingen. Wat is dat? Nou hier. Oh. Hij begrijpt, bro. Hij begrijpt. Man. Ja? Ja. Ik ben moslim en ik doe niet aan die dingen. So that was a fucking lie. Waar kom je vandaan? Uit mijn moeder. Oké, we zijn al gaande, zie ik. Oké, dames. Nou, de vraag is eigenlijk vrij simpel. Je bent al aan het lachen. Je hebt de vraag nog ineens gehoord, meid. Hey. Ja, maar ik ben bang dat het iets raars is. Nee. Nee, niks raars. Het is allemaal normaal. We hebben er heel veel schik in. Ook scenario. Je bent bezig met chili chili bang bang dingen. Ja. Oké. Chili bang bang dingen. Ja. Ja. Ik kan deze vraag niet beantwoorden. Jawel, zeker wel. Hypothetisch, hè? Gewoon. Ja? Of je mag kiezen tussen deze twee. Of een scheet laten tijdens dat je klaarkomt. Of ik hou van je papi roepen. En dan nee. Ik was nog niet klaar. Nee, maakt niet uit, joh. Ik was nog niet klaar. Oh, sorry. Oh. Deze. Nou.
Oké. Okay, ik zeg, ik hou van je, papi. Ja, maar ik ben nog niet klaar met de vraag. Luister, jij... En zij was bang dat de vraag raar was. Jij maakt hem raar. Oké, okay, okay. Is je eigen vader waar je aan denkt? Ja, oh ja, de volgende. Jij dat ik geen vader. Ja. Okay. Ik laat de puf kapot hard. Wat zei je? Ik laat die puf dan kapot hard. Jawel. Ja. Zonder schaamte. Ja. Ik snap het niet. Oh ja. Dus... Ik zo naar Dylan, en zo naar zwarte mensen, Black Lives Matter. En zo naar Morgan, en zo naar Dylan. En zo naar mijn mensen uit Kaapstad. En zo naar Mr. Samfan. Vergeet niet te subscriben, liken en te commenten natuurlijk. Nou, boys, de vraag is eigenlijk heel simpel. Je bent in dit scenario, hè? Je hebt de keuze tussen twee dingen. En de scenario gaat zo. Je bent bezig met die bang bang dingen. De actie, je bent in de actie situatie, weet je wel. En je bent net op de punt om klaar te komen, als het ware. Ja. Tussen deze twee mag je kiezen. Of een scheet laten, tijdens dat je klaarkomt. Of, ik hou van je mami roepen. En dan... Ik hou van je mami? Ik zou het dampen laten, man. Kom maar. Ik hou van je mami. Maar hoe bedoel je? Ik hou van je mami. Ja, man. Wanneer je klaarkomt. Wanneer je klaarkomt, toch? Die gewoon die stukje, toch? Dat wordt zo hard. Ik hou van mami. Hij zegt, nee, gewoon... Hij bedoelt dat je zegt, ik hou van je moeder, hè? Ja, maar zo... Dat zo. Ja, zo bedoel ik. Yo, ik zou je scheet laten, broer. Ik zou gewoon die zo laten. Ninja bom! Deze man. Wat zou jij doen? Ik zou klaarkomen en ik zou schreeuwen en die puff laten. Wow. Allebei kan ook, er is geen stress. Zodat ze het niet hoort, toch? Politie zijn, ik hou van je mami. Nee, want als ik klaar kom, ik laat gewoon die puff en dan laat die puff, maar ik schreeuw achter die puff. Dan hoort hij die puff niet. Ik begrijp niet. En dan lijkt het alsof de poenie stinkt. Als je zeg maar klaar komt en je schreeuwt terwijl je die puff laat, dan hoort ze die puff niet. Oh, zo, maar daarna stinkt het toch? Ja, maar dan loop ik uit die kamer en dan denk ze dat het poenie stinkt, snap je? En dan ben ik weg. Oké, deze.